Fijn dat je de ruimte maakt om te ontdekken wat jij nu verlangt. Wat kan je tijdens een Inner Peace Retreat verwachten? Als eerste zal je liefdevol met open armen verwelkomd worden. En op onze mooie plek. Waardoor je merkt als je door de poort stapt dat er eigenlijk al een rust over je heen komt. Je krijgt je eigen kamer of studio toegewezen waar je je plekje kan maken. En waarna je rustig kan landen met een kopje thee of koffie. En misschien nog wel iets lekkers. Mm. En dan komen we met de groep samen. En dan gaan we samen landen. Intentie bepalen. Voelen waarom je hier bent. En dan krijgen we een heerlijke maaltijd. En 's avonds gaan we voor de eerste sessie ronden. En zo gaan we zaterdagochtend ook een ronde in. En na de lunch is er ruimte om voor jezelf alles te laten integreren. En ook om te genieten van de plek, van alle mooie en krachtige ruimtes die er zijn. En ook zaterdagavond en zondag zijn er twee gezamenlijke sessies. Zondagavond kan je als je wil, je kan ook langer blijven, kan je weer ontspannen terug naar huis gaan. Belangrijk hierbij te zeggen is ook dat als je spreekt over groep, dan hebben wij de keuze gemaakt hier op Katalpa om niet met heel grote groepen te werken. Dus wij werken met een relatief intieme setting, waardoor dat de begeleiding ja, ook veel persoonlijker is. Dat is een heel belangrijke. En twee, het is ook veel laagdrempeliger. Voor sommige mensen is het soms spannend om in een grote groep aanwezig te zijn. Het is zo intiem hier, dat jij automatisch je gaat thuis voelen. Dat is hetgeen dat wij altijd opnieuw horen. Veilig ook. Veilig. Mensen komen hier thuis. Ik wil even kort nog verder gaan over de inhoud van het Inner Peace Retreat. Waarom kiezen we voor het Inner Peace Retreat? Omdat we natuurlijk drie verschillende retreats hebben. En deze gaat specifiek rond tot ontspanning komen. Uit het hoofd, terug gaan landen, in het hart. Terug thuiskomen bij jezelf. Terug de vrede te kunnen gaan voelen. Veel mensen zitten soms in een zodanige drukke omgeving of hebben een hectische periode en misschien ben jij ook zo en zoek je nu even gewoon die eenvoud terug te kunnen voelen, je eigen terug te kunnen voelen in die diepe vrede. En dat gaat hier door de plek sowieso, die energetisch heel krachtig en ondersteunend is, maar veel meer nog, doordat wij natuurlijk het veld zo sterk gezet hebben en dat we jou ook meenemen in die beweging, ga je automatisch voelen dat het eigenlijk moeiteloos gaat om te zakken. Van uit het hoofd, naar het hart, naar het lijf. En daardoor ga je terug opnieuw in die diepe vrede kunnen komen. En dat bouwen wij eigenlijk op doorheen de drie dagen. Dus vrijdagavond, zaterdag, zondag. Zodat het steeds dieper en krachtiger en eenvoudiger kan gaan voelen. Zodat je eigenlijk ja, vanuit die rust terug naar huis kan gaan. En dit is eigenlijk de focus van het Inner Peace. Ja. En dat je zelf ook die diepe vrede mee naar huis neemt en die daar ook kan blijven leven. Want dat is nog belangrijker voor ons, dat het niet alleen hier is, absoluut, maar zeker ook in je eigen leven. Zodat dat het grote leven gewoon door je heen mag komen. Mm. En je mag luisteren naar van binnenuit wat jouw volgende stap is. En hoe je wilt of verlangt te leven. Wat je komt doen op aarde. Ja, je wordt eigenlijk een stukje losgekoppeld van de reactiviteit van de buitenkant, om dan eigenlijk vanuit de binnenkant opnieuw te kunnen voelen. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat verlang ik? En die keuzes te maken uit die rust en uit die vrede. Voel je dat dit resoneert voor jou? Kijk dan gerust op de agenda wanneer weer een Inner Peace Retreat gepland staat en dan zien we je graag op ons centrum. Welkom.